I love you. I can't help myself. Dus zodra ik de bus uitkwam, heb ik overgegeven. Dus dat was echt heel naar. Het is vandaag maandag. Ik heb net het einde van mijn vorige vlog opgenomen. Ik heb net te horen gekregen dat ik niet hoef te werken. En dat vind ik aan de ene kant jammer, want ik had best wel zin om weer te werken. Gisteren was het ook heel erg leuk. Gisteren was het heel druk. Maar ik vind het ook alweer even prima om mijn vlog te editen. Ik wil mijn kamer heel graag even weer goed opruimen. Ja. En ik ben dingen voor mijn verjaardag gaan voorbereiden. Want ik ben over 2 weken jarig. Ik vier de 15e mijn verjaardag met vrienden. En de 17e ben ik jarig. Word ik 19. En Stefanie heeft een verrassing voor me op mijn verjaardag. Dus dat vind ik ook echt heel leuk. Want ik dacht eerst, ja, ik ga wel gewoon werken op mijn verjaardag. Want het is gewoon maandag. Dus ja, weet je, niemand heeft toch iets te doen. En toen zei Stef opeens, neem maar even vrij. Toen dacht ik, oké, is goed. Dus ik ben, ik heb chroomballonnen gevonden. En die zien er echt super ziek uit. Ik vind dat echt wel heel ziek. En het grappige is, als je ze zeg maar bestelt in setjes, krijg je eigenlijk altijd die kleuren. Dus ik ben een beetje aan het kijken. Ik wil Red Cups, van de American Red Cups, voor Beerpong. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Dat ga ik vandaag doen. Lekker eventjes weer alle dingen op orde krijgen. Ja, zin in. Productief dagje. Oké, ik ga iets doen wat ik al een hele lange tijd niet heb gedaan. Ik ga sporten. Ik heb het al echt heel lang niet gedaan. En teller die gaat nog steeds door, als in ik betaal nog steeds voor mijn abonnement. En dat is niet heel chill, dus daarom ga ik nu mijn sportleng aandoen. En naar de sportschool. Ik heb mijn Stef gevraagd of hij me dan echt eventjes wil helpen. En dat wilde hij dus, ja. Ik heb er echt geen zin in. Ik heb net nog een laatste ding voor Rituals opgenomen. Laatste feedbackje eventjes gedaan. En nu is het tijd om te gaan sporten. Lekker gefilmd. Ja. Good morning! Het is vandaag woensdag. En ik ben weer afgebeld voor werk, want het is super druk. Het is heel rustig, bedoel ik. Dus de meid gaat sporten. Ik neem even een noten- en granenreep die echt totaal niet lekker zijn, maar wel goed voor je. Ik heb een banaan gehad voor de energie. En ik heb aan jullie gevraagd wat ik vandaag moet trainen. Dus ik ga even kijken wat jullie hebben gezegd. Ik heb een beetje in de trant van jullie bepalen mijn dag gevraagd of ik benen en schouders moet trainen of rug en biceps. Want ik heb gisteren triceps en borst gedaan. En 563 mensen zeggen dus benen en schouders en 314 rug en biceps. Dus ja. Ik denk dat het dan wel benen wordt. En ik vind de oefeningen van benen niet eens zo erg. Maar de nasleep. Poef, soms dan voel je gewoon bijna ziek als je benen hebt getraind. Dat je dan zoveel pijn hebt. Ik ga even deze eten, mijn water vullen. En dan ga ik naar mijn lieftallige maatje. Nee, mijn vriend. Steven, doe. Tot ziens. Het is vandaag donderdag. Ik heb gisteren niet gevlogd. Gisteren heb ik heel erg gewerkt. En Stefan is er. Stefan moet blijven slapen. Het is echt donker. Het is een beetje denken aan de winter. Ik
Ik wil eigenlijk gaan sporten. Het is echt koud weer. Het regent. En ik ben even lekker aan het knuffelen met Jimmy. Ben je mijn allerbeste vriendje? Ben je mijn allerbeste vriendje? I love you. I love you. I love you. I love you. Zeg maar, zit volgens mij alleen maar te denken, hoe kom ik hier weg? Dat ben jij, hè? Ik wil eigenlijk naar de sportschool gaan. Dus ik ga even een banaantje eten. En de vaatwasser doen. En ik ben dus vandaag thuis en ik haat het om de hele dag niks te doen. Want ik heb heel eventjes niks te doen. Ik zit de hele dag achter mijn laptop. Dus ik ga denk ik... ik wil heel graag even trainen. En dan moet ik borst en biceps. Nee, rug en biceps doen. En dan heb ik gewoon 7 uur weer dansen. En je kan ook. Je kan misschien denken: that's way too much. Maar ik train mijn biceps en mijn rug. En niet mijn benen. En als ik mijn benen zou trainen, zou ik niet heel snel weer gaan dansen. Wanna do things that I shouldn't. En ik had aan papa gevraagd of hij eventjes een tonijnsalade voor mij wilde halen. Als avondeten. Oh, dan poep weer. Poep. Als het blijft regenen, moet ik denk ik even mijn joggingbroek aan over mijn legging. Anders is die tijdens dansen dus koud of nat. Alles zo! Ik ga even de vaatwasser doen. Oh ja, sporten ga ik dus nu niet filmen, because Stefan is niet hier. En ik ga dus alleen sporten. Dat doe ik niet vaak, dus ik vind het spannend. Dit is mijn haar als ik ga sporten. Want dan zit er niks in mijn gezicht. Ik ga naar dansen toe. Melody is met de auto, dus die haalt me op. En ik heb een meeting point afgesproken. Dus daar ga ik nu heen. Ik moest heel even mijn telefoon erbij pakken, anders zou ik vergeten te vloggen. Het is tandarts time. En ik had gisteravond, toen ik terugkwam van dansen, heb ik gedoucht. En ik moet mijn haar wassen, maar ik wilde niet... Wacht even. Ik wilde niet heel vroeg met nat haar op de fiets. Ik was goed niet. Ja, ik ben wel zeg maar te lui om mijn veters los te maken. Dus. Maar ik wilde dus niet met nat haar op de fiets. Dus ik heb zeg maar mijn gezicht even gewassen. Met handen gepoetst natuurlijk. En me aangekleed. En dan als ik terug ben, neem ik even een lekkere douche. Overal spierpijn. Maar ja, soms helemaal achterin. Want het is lang geen kut weer geweest. Maar ik heb overal spierpijn. Want ik heb gisteren dansen. En ik had daarvoor dus ook al getraind. Dat doet je leven niet heel goed of zo. Gisteren hadden we op Level Up gedanst. Ik heb wel een filmpje van vorige week. Maar dat was ik er niet. Dus dat ga ik niet laten zien. Ik twijfel een beetje. Kom even sjouw om. Zo. Een sjouwtje gepakt. Goh. Nou, sleutels. Nou. Licht uit. En dan gaat ze lekker naar mijn tandjes kijken. Ik ben aan het fietsen. Nou, het is gewoon een hele lange rechte weg. En dat haat ik altijd. Vanavond. Oh ja, ik zou trouwens vandaag een high tea hebben met Joelle. Maar het is gesloten. Vanavond heb ik een barbecue met de family. Het is echt poep weer. We zijn met een party tent. Nou, doeg. Ik ga lekker naar het tandarts. Lekker gedoucht. Geen gaatjes, want ik ben naar het tandarts geweest. Ik ben even lekker. Beetje series aan het kijken, YouTube aan het kijken. Ik vermaak me wel, Joelle komt zo, dus dat is gezellig. En vanavond is het barbecue.
vandaag zaterdag. En ja, ik moet een beetje opschieten, want... Ik moet naar werk. Dus... Nee, luister. Gisteren heb ik dus zeg maar alleen maar Stef laten filmen dat ik ging optreden, maar verder niets meer gevlogd. Zelfs ook wel een denderende vlog. En nu moet ik naar werk. Dus dit is mijn outfit. Let's go. Let's go. Yeah. Het is vandaag maandag. Ik heb de vlog niet afgesloten van gisteren, dus bij deze. Toen ik 10 minuten... Ik heb eigenlijk de hele dag gewerkt en toen ik 10 minuutjes in de bus van Harderwijk naar Zeewolde zat, was ik heel misselijk. En zodra ik de bus uitkwam, heb ik overgegeven, dus dat was echt heel naar. Ja, mijn huid is een beetje onzuiver. Dit is de contourstift, die heeft me echt midden in de nacht gekrapt. Dit is gewoon een puistje, de rest valt wel mee. Maar ja, in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze vlog en tot de volgende keer.